In de begroting van volksgezondheid hebben de zorginstellingen maar 30% van het nodige dat is aangevraagd toegewezen gekregen. Het gevolg van deze toewijzing is dat alleen lonen en salarissen in de komende 6 maanden betaald zullen worden. Deze informatie gaf VHP-parlementariër Cheryl Dijksteel vandaag in de Nationale Assemblée tijdens de start van de behandeling van de wet Staatsbegroting 2023. Dijksteel wil van de volksgezondheidsminister weten hoe de ziekenhuizen verder moeten gaan. Maar dan heb je dat chapiter nog van apparatuur dat oud is, apparatuur dat niet onderhouden is, apparatuur dat vervangen moet worden. Vraag aan de minister. We zien een nieuw minimumloon tussen de 35 en ik dacht dat het was vastgesteld voor 38,50 SRD. Hoe rijmen wij dat met de begroting? Met name de volksgezondheidsinstellingen maken zich zorgen daarover. Als u dat in het licht van de begrotingen plaatst. En wat we ook willen weten van de minister is of alle instellingen hun jaarverslag reeds hebben ingediend. Of iedereen up-to-date is. Dijksteel wijst erop dat de wet basiszorgverzekering ook een heikel punt is binnen de gezondheidszorg. Al 2 jaar wordt gevraagd dat de uitvoering van de wet wordt verplaatst van het ministerie van Binnenlandse Zaken naar het ministerie van Volksgezondheid. Aan de hand van de taakstellingen van deze twee departementen kan het volgens het DNA-lid niet zo zijn dat de uitvoering van de wet basiszorgverzekering ondergebracht is bij Binnenlandse Zaken. Jammer, maar niets te maken met uitvoering van een volksgezondheidswet. Dus graag vanuit de regering vragen hierover. Hoe gaan we ermee om? We wachten nu al sinds 2014, 2016 is het systeem gecrashed. Dat hebben we allemaal gezien vanwege het open-eind financiering. En nog steeds zijn er problemen met die subjectsubsidie van die premiesubsidie van de basiszorgwet. Dus we vragen duidelijkheid voor het resorteren van de basiszorgwet onder het ministerie van Volksgezondheid. Dijksteel benadrukt dat de taken van het ministerie van Binnenlandse Zaken niets te maken hebben met het uitvoeren van een volksgezondheidswet.